gemarineerde groentjes met espuma van mozzarella. Het is een heel lekker, simpel zomers gerechtje. We gaan daarvoor basilicum gebruiken, een courgette, kerstomaatjes, een gele paprika, pijnboompitten, buffelmozzarella en dan nog een beetje olijfolie en witte balsamicoazijn. We gaan beginnen met de pijnboompitten te roosteren en dat gaan we gewoon in een droge pan doen. Een pan op het vuur, de pijnboompitten erin en dan moet je dat goed in toog houden, want dat kan plots snel beginnen gaan. Ondertussen ga ik onze courgette al snijden en dat doe ik op een mandoline omdat je heel fijne plakjes nodig hebt. Snij de courgette in fijne plakken. Pijnboompitten die mogen nog een beetje bruiner worden. En ondertussen gaan we de bodem van een bord al bekleden met onze plakjes courgette. Met één courgette kunnen we ongeveer twee grote borden bekleden. Zo, die zijn klaar. Ik kan beginnen aan de paprika en die ga ik eerst even schillen. En dat is wel belangrijk, want we gaan die paprika rauw serveren. En heel veel mensen kunnen de schil van paprika niet verteren. Dus die moet er absoluut af. We halen de zaadjes er ook uit. Dan ga ik de paprika in stukken snijden en in hele fijne julienne. Zo fijn mogelijk. Zo, paprika is gesneden, de courgette liggen klaar. Dan is het tijd voor onze kersttomaten. Ik gebruik ongeveer 2 takjes troskersttomaten. Ik haal de tomaatjes van het groen af en we gaan die eventjes wassen in koud water. Als de tomaten gewassen zijn, gaan we die ook in fijne plakjes snijden. En dan kunnen we ons groentebord dresseren. Tomaten, die strooien we over de courgette. Zorg ervoor dat de tomaatjes wat mooi verdeeld zijn. En dan gaat de paprika erover. Het lijkt er wel een beetje op groentepizza, maar zonder deeg dan. Goed kruiden met peper en zout. En het peper en zout gaat ervoor zorgen dat onze groentjes zachtjes beginnen te marineren. Buiten kruiden ga ik er ook een vinaigretje op doen. Op basis van 6 lepels olijfolie en 3 eetlepels witte balsamicoazijn. Die is een klein beetje zoeter dan de bruine balsamico. Alles goed door elkaar roeren. En dan gaan we daar een paar takjes gesnipperde basilicum aan toevoegen. Goed door elkaar roeren. En dan ga ik heel de vinaigrette verdelen over de 2 borden. Daar strooien we nu de pijnboompitten over. En nu kunnen de groentjes alle smaken opnemen van de noten en de vinaigrette. Ondertussen ga ik mijn espuma al maken. En dat gaan we doen door buffelmozzarella te mixen samen met de wei. Het sap waarop de mozzarella bewaard wordt. Goed kruiden met peper en zout. En dan gaan we dat met een staafmixer gewoon mixen tot je ongeveer een yoghurtdikte krijgt. We gieten dat in een espumafles en zetten er 2 gasbonbonnetjes op. Op die manier komt hij onder druk te staan en kunnen we enkele toefjes mozzarella espuma op onze groentetaart spuiten.
We werken het geheel nog af met een paar blaadjes basilicum. En dan zijn we klaar en hebben we een lekker zomers vegetarisch gerechtje. Gemarineerde groenten met een espuma van mozzarella. Het gerechtje kan je altijd nog eens nalezen op onze site, delijzen.be.